Goeiedag kijkers en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. In dit deel van In Gesprek Met gaan we op een diplomatische tour, waar we informatie krijgen over het illegaal zijn in het buitenland. En daarmee gaan we het hebben met de ambassadeur van Suriname in België, de heer Gilbert van Lierop. Kijkt u mee. Meneer Van Lierop, goeiedag en welkom in ons programma In Gesprek Met. Dankjewel. Alvorens ik met de deur in huis val en u bombardeert met zoveel vragen, hou ik ervan om mijn gasten zich te laten voorstellen aan mijn kijkers thuis. Dus wie is meneer Gilbert Van Lierop precies? Gilbert Van Lierop, of zoals mijn moeder heeft genoemd, Gilbert Van Lierop, maar Gilbert is ook fijn. In 1983 geboren, academisch ziekenhuis, geboren Suriname. Zoon van Carlos van Lierop en Sintje van Lierop. Mijn vader was gynaecoloog, is in 2008 overleden. Verhuisd ben ik ingenieur, ik heb een master in business administration, docent op verschillende hbo-scholen, doseer nog steeds. Begeleid nu nog studenten en in 2022 ben ik benoemd tot Surinames ambassadeur van in België en voor de Europese Unie. Oké, aangezien u dat aangeeft, aangewezen als ambassadeur van Suriname in België en de Europese Unie. Men zou zich afvragen, wat zijn eigenlijk de werkzaamheden die een ambassadeur precies heeft? Nou, je bent ten eerste vertegenwoordiger je land, bij, dus in dit geval bij een internationale organisatie zoals de EU, maar ook bij België. Je kan het werk van een ambassadeur kan het best omschreven worden als iemand die partijen bij elkaar brengt. Uh-huh. Dus ik breng partijen aan tafel. Maar ik vind ook dat de taak van ambassadeur voor Suriname nu is om investeringen binnen te halen, mogelijke internationale partners voor ons te zoeken. Dus ik ben niet alleen van het lintjes knippen, maar ik vind ook, we zoeken echt naar middelen voor Suriname om Suriname te helpen om te komen waar we moeten zijn. En dat is een van de rijkste landen in de wereld. Ja, helemaal. Als ik zo naar u luister, heeft u dan heel wat werk gehad. En als ik me niet vergis, waren het er x aantal jaren al voor ons er weer een ambassadeur was toegewezen in het land. Correct me if I'm wrong? Volgens mij was er een jaartje dat we geen ambassadeur hadden, maar het was ook COVID-tijd toen. Dus iedereen herinnert zich nog COVID-tijd. Niemand ging aan het werk en alles stond een beetje stil. Ik kan wel zeggen dat ik de 2 jaar dat ik nu aanzit, in die 2 jaar heb ik meer dan 800 personen gesproken. Zo. Het voordeel van Brussel is dat je bijna alle landen hebben ambassade in Brussel, omdat de Europese Unie daar is. Oké. Dus ik heb contacten gelegd met de Afrikaanse ambassadeurs, de Aziatische, Amerikaanse, Caribische. We trekken veel op met de Caribische natuurlijk, met de Zuid-Amerikaanse. Maar vanuit Brussel kunnen we alle landen spreken. Ja. Is dat als ook toen hij aangaf, een jaartje was er geen ambassadeur, dus ik denk toen hij aankwam, dan werd uw deur kapot gelopen, hopelijk niet. Nee. Met dus de Surinaamse Belgen die daar wonen, met vragen en informatie die ze nodig hebben vanuit u, vanuit Suriname. Hoe werkt dat precies? Kan men gewoon bellen en zeggen, ik wil graag een afspraak met de ambassadeur maken? Iedereen kan me gewoon appen. Mijn telefoonnummer is online, mijn e-mailadres is online. Sommige mensen zeggen dat ik te toegankelijk ben, maar dat is mijn baan. Ik moet er zijn als een Surinamer een beroep op me doet. Stel dat we hebben nu veel Surinamers die in problemen zijn gekomen, omdat ze met de vakantievisum naar België zijn gegaan en ze zijn langer gebleven dan dat de vakantievisum geldig was. Aha. Ze proberen dan Belgische nationaliteit te krijgen door verschillende mogelijkheden. Ze doen samenwonen, ze doen gezinshereniging. Ja, samenwonen, gezinshereniging, dat zijn de twee main dingen die ze proberen. Aha. Om te naturaliseren. Maar vaak, dus het proces is, vaak hebben we in Suriname iets van horen zeggen. Okay. Dus we horen van bijvoorbeeld de oma of een tante, het is mij gelukt in 1990 om zomaar Belgische nationaliteit te krijgen. Maar 1990 is anders dan 2024. Zelf in 2015 is anders dan 2024. De wetten in België zijn veranderd. Dus het is nu, van 11 januari 2024, van dit jaar hebben ze de wetten veranderd dat als je België binnenkomt met een vakantievisum, dat ze het land uit kunnen zetten als je langer blijft dan de 3 maanden periode van je visum. Uh-huh. En denkt u dat men op zo'n manier misbruik probeert te maken? Want ik snap heel wat mensen proberen
een beter onderkomen te zoeken dan met onze economische situatie die we hebben in Suriname. Maar ik heb ook begrepen dat veel mensen liever uitwijken naar België dan dat ze in Nederland blijven, omdat ze denken dat Nederland moeilijker is dan België. Waarom denkt u dat mensen die veronderstelling hebben? Het is een aantal mensen wel gelukt in het verleden om met een vakantievisum te gaan naar België. Daarna schrijf je in de gemeente en dan start je een proces. En het proces dat je eigenlijk start is dat proces dat je het land wordt uitgezet. Maar het duurt een periode vanwege de Belgische bureaucratie om je het land uit te zetten. Dus, en dan kan je sommige mensen hebben die in die periode een baan vinden en dan via die methode hun verblijfsvergunning hebben gehad. Maar dit jaar, omdat er in 2019 zijn er heel veel Surinamers naar België gegaan. Zo, oké. Maar omdat het COVID-tijd was, hadden de Belgen te weinig personeel om al die aanvragen te behandelen. Dus hebben ze iedereen toen voorlopig verblijf gegeven. We zijn nu 4 jaar verder, 5 jaar verder. En nu hebben de Belgen personeel om die aanvragen te behandelen. Dus al die mensen van die periode, heel veel mensen komen in de problemen. Sommigen wachten nu op hun verblijfskaart te worden niet wederom goedgekeurd. Heel veel Surinamers, er zijn zelf gevallen van Surinamers die thuis worden opgepakt. En ze worden niet in de boeien geslagen, want ik hou een beetje voeling op de zaak, maar ze worden thuis opgepakt en ze worden daarna gebracht naar een, geen gevangenis, maar een soort opvangcentrum. Dat wel heel veel lijkt op een gevangenis. En je wordt daarna vastgehouden. Vaak procederen ze tegen de Belgische staat om niet teruggestuurd te worden naar Suriname. Dus ik heb gevallen van Surinamers die 5 jaar daar zijn, 10.000 euro hebben besteed aan een advocaat en toch het land uit zijn gezet. Er zijn Surinamers daar die hopen op het krijgen van een nationaliteit, maar hun kinderen zijn hier. Dus ze laten hun kinderen hier om in de hoop dat ze een betere toekomst. Maar als je het op een verkeerde manier start. Ik had een geval van een geweldige Surinaamse dame, die is namelijk niet gaan noemen, maar ze had een werkgever. Nee, dat is ook niet nodig. Ze had een werkgever in België. Ze is naar België gegaan met een vakantievisum. Ondanks dat ze een werkgever had, hebben ze haar teruggestuurd naar Suriname. En de Belgen zeggen, als je wil komen, is goed, maar kom met een geldig visum. Ja. Het probleem dat ze nu hebben, zeggen ze van, jullie mijn mensen komen met een vakantievisum. Dus de Belgen zeggen me, jouw mensen jokken. Uh-huh. Want je hebt gezegd, je komt met een vakantievisum. En dan ga je dan gezinshereniging aanvragen, samenwoonst. En dan als de Belgen naar de rechter brengen bijvoorbeeld, dan kunnen ze al aantonen van nee, deze persoon is een leugenaar. Hij of ze heeft onwaarheden. Dus je bent, het moment dat je de foute procedure start, ja, ben je al heel, je bent al min. De juiste manier. In de ogen van de Belgen. In de ogen van de Belgen. De juiste manier als je naar België wil komen om te werken, is een werkgever zoeken. Er zijn vacatures online. En ik wil niet dat, kijk, we willen die brain drain niet hebben. Ja. Nee toch, meeste landen blijven arm vanwege brain drain. De meeste Afrikaanse landen blijven arm omdat onze beste krachten naar het buitenland gaan. Ja, ja. Dus we willen die brain drain niet, maar tegelijkertijd dealen we met volwassen mensen. Inderdaad. Die hun eigen keuzes kunnen maken. Dus ik heb zoiets, als je het gaat doen, doe het op de juiste manier. En we zijn dan daar voor je als je de juiste informatie wil hebben, zodat je niet in de problemen komt. Want die gevallen die ik meemaak in België zijn hartverscheurend. Uh-huh. Wat denkt u dat de misconceptie is die de Surinamers hebben alvorens ze vertrekken van hier met, is dat een soort die aangeeft, met een vakantievisum richting België? Want ik denk van, alvorens je naar Nederland of België kan gaan, kan dat alleen via een uitnodiging, neem ik aan. En dan, ik heb het idee dat er een misconceptie ontstaat als ik zo naar u luister, van dat de Surinamers hier denken van, aangezien ik toch iemand daar had en ik ben op vakantie, dus dan kan ik dat direct doen. En dat is juist verkeerd. Het is iets dat leeft in de gemeenschap. Het is iets dat loopt met Mofokranti. Ik heb dit zelf in België aan Surinamers gezegd. Ik sta in een kringetje met ze en ik praat zo. Nogmaals, ik ben niet tegen je legale migratie. Ik wil gewoon niet dat je in de problemen komt als je het doet. Maar ik sta met een groepje mensen en ik leg ze dit uit. En dan iemand loopt en hij zegt maar, lukt me wel. En een oom zegt bijvoorbeeld, ik app met iemand uit Suriname en die persoon zegt me, ja maar mijn oom heeft me gezegd, ik moet gewoon komen met een vakantievisum. Dus ik zeg tegen die persoon, doe dat alsjeblieft niet. Want ik wil dat telefoontje niet krijgen, je bent in de gevangenis, kan ik je komen opzoeken. Er zijn zoveel zielige gevallen waar mensen gewoon 1 jaar, 2 jaar illegaal daar zijn. Je kan niet werken,
Je kan niet studeren. Je bent afhankelijk van je familie. Er zijn gevallen van Surinaamse vrouwen die daar gaan en een man zoeken om Belg om mee te trouwen. En je bent zo afhankelijk van je partner dan. Want als je de relatie uitmaakt, heb je een probleem. Uh-huh. Dus het zijn trieste gevallen. En ik zeg het voor de derde keer. Ik ben niet tegen de migratie. Je bent volwassen, maar ik wil je niet in de problemen zien komen. Dus vandaar dat ik de voorlichting geef. En ook die misconceptie uit de wereld wil helpen. België is niet makkelijker dan Nederland. Uh-huh. Ik denk dat geen van die plekken makkelijk zijn. Neem ik ook aan dat niet het geval is. Maar met deze gevallen die u krijgt, heeft u daar dan ook bijvoorbeeld, want men noemt het een soort, ik zal maar niet zeggen, nee, het is geen open dag, maar een soort community meeting waarin u dan met de illegale Surinamers, zal ik ze maar noemen, gesprekken voert of waarbij u uitlegt van, jullie weten dit en dit speelt, waarom hebben jullie niet beter informatie gevraagd, dan krijgt u dan andere soorten verhalen te horen van, u heeft gelijk, ik moest het misschien anders hebben gedaan. Hoe heeft u dit zo'n beetje opgepakt in de afgelopen 2 jaar, naast uw ambassadeurswerk die u doet samen met de EU, want daarmee bent u ook druk bezig? We hebben 2 informatiesessies gehouden. De vorige informatiesessie is best viraal gegaan. Hij had 400 shares. En samen met die informatiesessie, dus we hebben het gedaan met IBZ, dus de Immigratiedienst van België. Ja. Sommige mensen hebben me wat kritiek gegeven dat ik niet veel praat tijdens die sessie, maar ik wil dat de Belgen die informatie geven. Dus de hoofd van de directeur van de Immigratiedienst heeft toen de informatie verschaft. En zodat je de juiste informatie krijgt. Ik zeg niet, het is niet iemand schuld dat ze illegaal daar zijn beland. Bijvoorbeeld, er is nu een organisatie, wie is namelijk niet gaan noemen. Maar ik geef jullie een paar hints en tips. Als er een organisatie is, al hebben ze een website. En ze zeggen tegen je, kom naar Europa. Ik regel studie voor je. Ik regel werk voor je. Ik regel verblijf. Betaal me €500. Waarschijnlijk, de kans is heel groot dat die organisatie oplichters zijn. Uh-huh. Het moment dat iemand jou zegt, betaal mij om jou te helpen, om je stukken te regelen, moet je het niet doen. Er zijn zeker een stuk of 20 of 30 Surinamers nu in Europa. Misschien meer, ik weet van 20 en 30. Ja. Die zo naar Europa zijn gekomen. Ze zijn geronseld in Suriname. Ze hebben betaald aan een organisatie. En wanneer ze die organisatie nu bellen, horen ze niks. Dus ze betalen die organisatie bijvoorbeeld €500. En die organisatie zegt, wanneer je in Europa komt, ga ik je trainen en ik geef je werk. En ik zorg ervoor dat je papieren geregeld worden. Dat kan niet. Dit is alsjeblieft, als mensen 1 ding van vandaag meenemen is. Zodra iemand je een geldsbedrag vraagt om je zaken te regelen in Europa, Ibuku, alles, doe het niet. Het is waarschijnlijk een oplichterstreek. Nee, geloof ik best. En er zijn heel wat van zulke, neem ik aan. Maar als ik me niet vergis, zie dat deze regering aantrad, hebben ze vaker gepleit voor visumvrij reizen. Ja. En de misconceptie die de meeste Surinamers hebben, dat het alleen aan Nederland ligt om de goedkeuring te geven. Maar het ligt aan het heel Europese Unie gedeelte van dat alles. En u zit in de belly of the beast, zou men zeggen. Hoe moeilijk is het voor een derde wereldland als Suriname, ondanks er koloniale banden zijn tussen Nederland en Suriname, om, laten we zeggen, 2/3 deel van de Europese landen zo ver te krijgen om daaraan goedkeuring te geven? Kijk, we hebben een beetje pech gehad. In 2019 of 2020 zouden 4 landen visumvrij reizen krijgen naar Europa. Oman, Qatar zou het krijgen, Uruguay en volgens mij nog eentje, maar vergeef me die, dat ik niet op die naam kom nu. En wat er toen is gebeurd, er was een omkoopschandaal. Dus Europese EU-parlementariërs zijn omgekocht om een bepaald land visumvrij reizen te geven. Die rechtszaak loopt nog steeds. Het gaat om een EU-parlementariër van Griekenland. Uh-huh. En dus dat heeft het heel visumvrij reizen verhaal vanuit de EU-kant een beetje in een domper gezet. On a low level. Je moet de 27 landen, binnen de commission moeten alle 27 landen eens zijn dat Suriname visumvrij reizen krijgt.
Alle landen, dus niet eens twee derde deel. In het parlement, maar alle landen in de commissie moeten het erover eens zijn. Dat we visumvrij reizen gaan geven aan Suriname. Maar waarom? Dus, maar in de regio heb je ook andere landen die visumvrij willen reizen naar de EU. Uh-huh. Guyana bijvoorbeeld, Jamaica volgens mij. En er zijn bepaalde landen in het Caribisch gebied die al visumvrij reizen. Oh. Dus wij zijn constant in dialoog met de Europese Unie. Uh-huh. En wij hebben een nieuwe agreement getekend met de Europese Unie, de Samoa Agreement. Waar we de relatie met de Europese Unie en ons hebben veranderd. We zijn nu gelijkwaardige partners. Okay. Dus in dat verband zeggen we, als wij gelijkwaardige partners zijn, geef onze burgers de mogelijkheid om visumvrij te reizen, om op vakantie te komen. Maar dan word ik dan weer geconfronteerd met de migratiedata. Ja. Van oké, we willen jullie geven, maar er is een grote instroom van Surinamers die met een visum komen en niet meer weggaan. Los daarvan moet Suriname bepaalde voorwaarden voldoen. We moeten biometrische paspoorten hebben. We moeten onze grenzen beter bewaken. Dus er zijn een aantal van die factoren die wij nog niet in place hebben. Inderdaad. En ik denk dat mensen maar blijven klagen van het ja, deze mensen doen goed. Maar daarom stel ik het op prijs dat u op onze uitnodiging bent ingegaan door die uitleg ook beter te geven. Dat men niet denkt dat het zo 1, 2, 3 gaat. Nee. Maar dat het een heel lang proces is om zover te komen. Maar als ik naast dat van een uitnodiging dat men die kan opkomt, heb ik begrepen dat er ook een andere manier is dat je, als je zelfs kan aantonen dat je voor je verblijf, je kosten, ja, alles, dat je ook een visum kan krijgen. Klopt dat? Je moet kunnen aantonen dat je, het gaat allemaal om de risico. Okay. Het belangrijkste wat er nu gebeurd is, wat is het risico dat Surinaamse burgers langer blijven dan hun visum geldig is? De EU is helemaal voor legale migratie. We know niet. Ze willen natuurlijk vakantiegangers die geld uitgeven. Het probleem, de uitdaging die we nu zien, is de verrechtsing van de Europese Unie. Nederland heeft, Geert Wilders heeft nu 6 Europarlementariërs. Hij is gegaan van 1 naar 6. Uh-huh. Hij gaat 6 benoemen. De BBB, dat is de Boerenpartij in Nederland, gaat 2 EU-parlementariërs benoemen. En Geert Wilders heeft al gezegd dat hij is niet pro-migratie. Ja, dat gaf hij inderdaad aan. Dus ik weet niet in hoeverre we de ondersteuning wel of niet gaan hebben van Nederland. Maar het is niet alleen Nederland. Italië is, er is nu een rechtskabinet. In Duitsland wordt verwacht dat de nieuwe regering ook rechts gaat zijn. In België wordt verwacht dat de nieuwe regering ook rechtser gaat zijn dan nu. En rechtse politieke partijen in Europa zijn niet echt pro-migratie. Dus wij hebben, desondanks hebben we al wat toezeggingen. Surinaamse visa's worden langer. Het CISA-systeem wordt online gezet. Dus je gaat. Wat is CISA precies? Het visa-systeem. Oh, visa, ik versta. Sorry, CISA. Mevrouw. Dus het wordt online. We gaan langere visums krijgen. Want een van onze argumenten is: Surinamers die naar Amerika gaan, krijgen wel gewoon 5 jaar visum. Dus waarom krijgen we in Amerika 5 jaar visum? Maar. En vaak krijgen we als antwoord ook van de Europese Unie: het is een groot monster. Je moet 27 mensen op één lijn krijgen. En dan heb je nog 705 Europarlementariërs. Dus het is enorm. Ja, begrijp ik helemaal. Maar goed, we willen niet depressief worden. Nee, kijk, positief. Dienstenpaspoorten, diplomatieke paspoorten. We zijn in vergevorderde gesprekken om dat alvast te doen voor Nederland, België en Luxemburg. Okay. Dus we maken wel stappen in de goede richting. Het is misschien niet zo snel als mensen hadden gehoopt. Maar we hebben ook een beetje pech gehad. Maar desondanks, we stoppen niet. We gaan gewoon door. Het is de opdracht en we gaan ons uiterste best doen om het uit te voeren. Helemaal. Nee, dus wat ik bedoelde met, ik wil niet een depressief interview hebben om de problemen. Maar goed, wat zijn allemaal de projecten die u zo heeft kunnen afronden? Want ik volg u zo een beetje op LinkedIn en ik zie al de projecten, ondertekeningen van overeenkomsten die u heeft kunnen zien. Wat heeft u allemaal kunnen bewerkstelligen de afgelopen 2 jaar? Er zijn een aantal facilities die nu beschikbaar zijn. EU-LAC Digital Accelerator, ICR Facility. ICR Facility heeft te maken met empowerment vrouwen.
We zijn in 2022, eind 2020 zijn we betrokken bij een project dat voor mining en minerals, die nu samen wordt uitgevoerd met het ministerie van NH. Dus dat is van de Europese kant en er zijn een heleboel. We hebben Goliath Fit for Market projects. Er zijn trainingen gehouden in Suriname, bijvoorbeeld als je kijkt naar landbouw. Welke producten moeten wij creëren, welke landbouwproducten moeten wij doen? Het gaat veel van wat de EU nu doet, is ons helpen met technische assistentie. Het versterken van onze instituten, capaciteiten, zodat we de EU-markt op kunnen. Een belangrijk vereiste om een ontwikkeld land te worden, is sterke instituten hebben. Ja. Dus de EU helpt ons met die capaciteitversterking. En het zijn een heel groot aantal projecten. Er zijn calls for proposals. De ene die nu gaan is EU Digital Accelerator. We hebben El Pacto was vorige maand hier, dus El Pacto is een project waar we gaan samenwerken op gevangeniswezen. Uh-huh. En natuurlijk drugsbestrijding. De Global Illicit Flows Program was hier vorig jaar. We hebben toen Frans Timmermans, hij is nu parlementair in Nederland, vorig jaar was hij gekomen voor mij, hebben we 2,5 miljoen gehad voor bescherming van de binnenstad van Paramaribo. We doen een project via WWF Guyana's van 12 miljoen euro. WWF Guyana's is al naar onze binnenlanden gegaan. Ze zijn al intakes gaan doen bij de mensen. En dat project kan uitgroeien met nog 9 miljoen naar 21 miljoen euro. Er zijn nog meer projecten in het vaandel voor cultuur en diversiteit. Die het komende jaar en de komende 2 jaar gestaltes gaan krijgen. Dus er zijn heel veel. En soms is het ook te veel. Waarom zegt u dat? Omdat we moeten voor sommige projecten moeten Surinaamse bedrijven indienen. Oh. Ze moeten echt participeren. De EU-LAC Digital Accelerator is een open call nu. Okay. Dus elk IT-bedrijf in Suriname, je kan een partner zoeken. En als je een Europees partner hebt, dan kom je in aanmerking voor 30.000 euro. Dus dat is met de EU. En ik ben zeker een paar plannen vergeten. Met België hebben we een grant van 2,5 miljoen euro binnengehad. Vorig jaar hebben we dat gelanceerd. Belgische waterbedrijf Bozak gaat in het binnenland 10.000 mensen van water voorzien met die 2,5. We hebben die 2,5 gebruikt. En we zijn naar KBC Bank gegaan in België. Okay. En we hebben toen 6,5 miljoen euro gehad. Asulatus is ook een waterbedrijf in België. Werkt samen met SWM. Okay. We hebben de Port of Antwerpen. Vooral dat. Die samenwerkt met onze havenbeheer hier. Veel universiteiten. Jullie zien ook veel stagiaires van België. Bijvoorbeeld als je naar onze ziekenhuizen gaat, valt het je misschien op dat je Belgische verpleegkundigen ziet. Dat gaat toenemen. Enorm toenemen. Volgende maand lanceren we een project. Maar ik mag er nog niet veel van zeggen. Waar nee, je mag gewoon een tipje van de sleur mag je geven. Circulaire migratie. Dus we zijn circulaire migratie betekent, je gaat, maar je komt terug. Okay. Je gaat naar België, je werkt daar een paar jaar, je verdient wat euro's, maar je doet werkervaring op, een veranderde mindset en dan kom je terug naar Suriname met die mindset die veranderd is, met die nieuwe kennis, met die ervaring wat geld opzakt. En de hoop is dan dat we zo onze instituten ook kunnen opkrikken. Dus, en dat heeft ook de gevolgen voor instituten in Suriname, die we makkelijker gaan koppelen met Belgische instituten. Uh-huh. Vooral ziekenhuizen, dus die koppelingen tussen ziekenhuizen komen in de komende 2-3 jaren. En dan kunnen we ook meer Belgische verpleegkundigen hier krijgen. België heeft wat ze noemen knelpuntberoepen. Okay. Dus ze hebben tekorten aan bepaalde, in bepaalde sectoren hebben ze te weinig mensen. Okay. Ze willen graag dat Suriname daarmee helpt. Maar het moet op een legale manier. Dat zou ik net zeggen. Ja. Want de mogelijkheden zijn er, maar je moet de juiste wegen bewandelen om het te kunnen krijgen. U had het over wat verschillende capaciteitsversterkingen ook in het agrarisch gedeelte. Want we hadden begrepen dat Europa een beetje moeite deed met onze groenten en fruit. Dus bedoelt u dat we daarmee nu hulp krijgen? Dat zeker. We de manier waarop onze gewassen worden geteeld, onze gewassen worden geoost, worden verpakt, dat die standaarden worden verhoogd alvorens ze geëxporteerd kunnen worden? Dat is heel veel, dus het Fit for Market program, je hebt Goliath, kennisuitwisselingsprogramma's tussen in de regio, dus bij ons in de regio. De EU heeft heel erg hoge eisen voor het exporteren van producten. Dus wij aan onze kant moeten bijvoorbeeld minder bespuiten, want ze testen dat. Ja.
Er was zelf een geval van Turkije had groenten geleverd aan bepaalde Europese landen. En ze hadden getest en het bleek dat er te veel giftige stoffen erin waren. En ze hebben die producten allemaal van de schappen gehaald. Oh. En dat zijn producten uit Turkije. Dus we hebben heel veel, we moeten nog heel veel groeien. Het probleem met onze sopropo is, in die ribbels van die sopropo zitten er kleine diertjes. En die worden dan verscheept naar Europa. Uh-huh. En die kleine beestjes kunnen dan effect hebben op hun landbouwcultuur. Maar de discussie is ook altijd, kijk, Nederland is een van de grootste landbouw-exporterende landen in de wereld. Dus echt waar? Ja, dus ze doen heel veel kastenteelt. Dus de EU is ook een grote producent van landbouw. Uh-huh. Ze subsidiëren hun landbouwsector ook enorm. Ja. Dus we zijn partners, maar je hebt ook altijd die handelsovereenkomsten. En handel is natuurlijk ook altijd een hot issue van hoeveel exporteren wij, hoeveel importeren wij, wat is het verschil op de begroting van het handelbalans. Hoeveel meer is er? Is het positief? Is het negatief? Dus, Suriname is weer een importland. Jammer genoeg, tot nu toe zijn we een importland, maar we hebben ook een heel kleine bevolking. Ja, inderdaad. Want vergeleken met onze bevolking, vergeleken met die van Nederland en België, zijn we letterlijk een druppel. Ja, maar straks over een paar jaar een heel sterke druppel. En misschien is onze kleine bevolking daar ook een kracht, want wanneer je GDP per capita over 5 tot 10 jaar gaat meten met die olie en gas, inshallah, dan ga je ook zien dat we per GDP per capita gaan zitten. Dus het kan ook een kracht zijn. Helemaal. Maar daar u de knowledge heeft van dit soort zaken, wat er met bepaalde groenten aan de hand is, u heeft het doorgespeeld. Heeft u al gemerkt dat men geprobeerd heeft om een anders mee om te gaan? Want ik denk van, is dat dus wat ik aangaf toch? Ja. Niet alleen de manier waarop we gaan planten, maar ook de manier waarop we oosten en verpakken. Dus ik denk van, de back-office gedeelte van die agrarische landen. Want nu heb ik begrepen, want een paar jaar terug was er een organisatie die gesneden sopropo deed. Die was heel, maar ik weet niet meer wat met zo'n bedrijf aan de hand is. Want die mocht toestemming wel, en die werd dan bevroren, en die mocht dan wel geëxporteerd worden naar Nederland. Maar ik weet niet wat er verder is, want zelfs nu heb ik begrepen dat ze gooien alles weg als je met groenten naar Nederland wil gaan, als je op vakantie gaat. Ja, dus wij moeten van onze kant onze zaken upgraden. Er zijn wel organisaties zoals Wiumu Fusranang die mogen exporteren naar de EU. Dus Wiumu Fusranang is een van de. Ze hebben echt gebruik gemaakt van de projecten en de diensten die de EU aanbiedt. Ja, want ze zijn vaker geweest, ze hebben de trainingen gevolgd, mensen zijn gekomen. Dus we kennen het looppad van Wiumu Fusranang wel. Ik denk dat het een succesverhaal is, waar heel veel bedrijven naar moeten kijken. De trekkers van die organisatie zijn echt ook top Surinaamse vrouwen. Ja. Jaja's Rana Oemas. Dus zij mogen wel al exporteren, zijn al op dat niveau. Er zijn bepaalde organisaties hier, ik denk Babu Scratchy. Ze maken chocolade. Oh, dan moet ik dat gaan opzoeken. Ken ik niet. Dus zij hebben ook met bepaalde trainingen meegedaan. En zij mogen ook exporteren. We maken onze eigen chocolade. En het is heel lekker, hoogwaardig. Dus ik denk dat als wij niet volumeus gaan produceren, moeten wij niche market. Dus onze Surinaamse producten zullen duurder zijn, maar het is van kwalitatief hoger niveau. Inderdaad. Dus er zijn wel succesverhalen. Helemaal. Maar het zijn ook verhalen waarop men moet er ook een voorbeeld aan nemen. En hopelijk nemen mensen me niet kwalijk dat ze afstappen van dat fast money gedachte die heel wat mensen hebben. Ik ga niet zeggen heel wat Surinamers, ik ga zeggen heel wat mensen. Doordat ze een bepaalde in hebben gehad, dan worden ze op een bepaald moment laks. Ja, dus het is wel. Dus ik ben een beetje op strategisch niveau bij de Europese Unie. En ik ben ook afhankelijk van de minister van LVV. Dus ik weet dat hij ook trekt eraan. Dat we onze producten gewoon op de markt kunnen krijgen daar. Dus dat is eigenlijk een beetje die wisselwerking. Want je hebt de Europese Unie en dan heb je ook. Vroeger hadden we een EU-office in Suriname. Ja, klopt. Ze hebben Suriname verlaten en ze zijn nu in Guyana. Dus dat is een enorme klap voor ons. Dus het betekent een beetje dat je achteruit bent gegaan in aanzien. Inderdaad. Maar wat de EU ons wel heeft gecomplimenteerd, is ons rechtssysteem. Je kan het goed vinden of niet goed vinden, maar het is heel moeilijk om een oud-president een eerlijke rechtszaak te laten beleven. En lang, en dat hij in beroep kan gaan. Dus daarvoor hebben we complimenten gehad over ons rechtssysteem. Over onze commitment om onze schulden te betalen. Hebben we ook pluimpjes gehad van de EU. Want het is niet makkelijk om te zeggen van, we gaan
wij hebben in het buitenland, buitenlands beleid onder leiding van minister Ramdin, hebben gezegd, wij zijn Suriname betaalt zijn schulden. Maar laten we dus, en dat de schuldherschikking is een van de zeer positieve dingen die uit het buitenlands beleid is gekomen. Want we hebben tegen onze mensen gezegd, we hebben overal schulden, Paris Club, European Islamic Development Bank, noem maar op. Want het stopt niet waar we schulden hebben. Elke bank die je kent in de wereld, waar je geld zou willen lenen, hebben we al een schuld. Dus wij hebben kunnen zeggen van luister naar jongens, wij willen betalen, maar laten we het op een andere manier doen. Ja. En dat is wel heel succesvol geweest. En daarom is dat het belang ook van het buitenlands beleid tijdens deze regeerperiode. En ik denk dat ongeacht welke regering komt, dat ze met die herschikking van de schulden toch wat ademruimte zullen hebben. Het is wel jammer dat we tot 2025, tot 2040, misschien sommige leningen tot 2050 gaan moeten aflossen. Als we niet bepaalde inkomstenbronnen krijgen. Ja. Maar dat is wel, ik hoop dat ik een beetje te negatief ben. Het is goed dat men het weet, want men kijkt er met andere bril ernaar om. Maar men weet niet wat u allemaal op uw bord krijgt. Want u bent nu onderdeel van de Europese Unie. Een deel van onderdeel van de Europese Unie. En u krijgt daar allemaal de insights van. Is niet dat we niet willen investeren, maar zijn we zeker dat we ons geld terugkrijgen? Hoe gaan we ons geld kunnen verdubbelen? En men moet ook er verder aan denken, want iedereen denkt. Oh, blok 58 heeft olie gevonden, dus over 2 jaar is er olie. Nee, de directeur van Staatsolie heeft uitgelegd, misschien pas 2031, want er is nog een heel lang proces om alles nou zo ver te krijgen. Tot slot, meneer Valierop, wat is uw boodschap / advies die u heeft naar zowel de Surinamers die u heeft in België, want u gaat straks weer weg, en de Surinamers die we hier hebben, die plannen hebben om met vakantie te komen naar België? We gaan meer informatiesessies doen dit jaar over wonen en werken in België, maar ook voor Belgen om te wonen en werken in Suriname. Het gaat wederom, want wij hebben ook graag onze Belgische vrienden hier. Ja. Dat ze hun kennis kunnen delen. Als ik zou zeggen aan de Surinaamse gemeenschap, volg onze informatiesessies. Als je de keuze maakt dat je wilt migreren naar België, lees alsjeblieft veel. Je kan me ten alle tijde appen. Als ik niet direct app, app ik later terug. Maar ga achter die informatie aan. Ga niet. Is goed om naar familie te luisteren, maar heb het niet alleen van smataki. Want smataki is geen feitelijke basis. Oh, mieren. Doe dat alsjeblieft niet. Maak goed overwegen beslissingen. En weet dat als je die beslissing maakt, dat de komende 5 tot 10 jaar heel troebel zal zijn voor jou. Het is geen proces dat 3 jaren gaat duren. Misschien heb je geluk. Ik praat in de algemene zin. Ja. Misschien is er iemand, binnen 2 jaar, lukt me. Is misschien een uitschieter. Want voor diezelfde persoon van lukt me, heb ik iemand, demand post me kwansu. En dan krijg je een inreisverbod van 2 jaar, van 4 jaar, van 6 jaar. En dan kan je Europa niet binnen. Niet eens voor vakantie. Voor de Surinamers in België, er zijn heel veel sterke Surinamers daar die ons goed uitdragen. Als die Belgen ze ontmoeten, ze vinden ons gezellig, ze vinden ons eten heerlijk. Ik ben naar events gegaan in België, waar er 40 stands zijn en de Surinaamse stand heeft geen eten meer, maar die is als eerste uitverkocht. Dus er zijn Surinamers daar die ons heel goed uitdragen. En wanneer heel veel Belgen, als ze Suriname horen, hebben ze direct een positief gevoel erbij. Dus alle Surinamers in België, jullie zijn ook onze ambassadeurs. Want jullie zijn misschien de eerste Surinamer die een Belg ontmoet. Dus ik zou zeggen, ga door met de positiviteit. Van onze kant, wij gaan nog harder werken het komend jaar om meer investeringen binnen te krijgen, meer projecten, meer voorlichting te geven. Natuurlijk via het ministerie van Bibus over projecten, over legaal migratie. En wat ik aan de Europeanen vertel is, Suriname is een parel in het Caribisch gebied. En we zijn nu aan de voorfront van een grote olie- en gasboom. Wij zijn nu bij een IMF-programma, maar wij zijn zaken nu aan het rechttrekken en goedmaken, zodat we de juiste voorwaarden hebben om te genieten van die olie- en gasboom. Dus ik zeg tegen de Europeanen, kom nu, investeer nu, kom nu kijken. En niet alleen de Europeanen, er is een delegatie van Vlaanderen geweest in Suriname vorig jaar. Ik was hier met een delegatie van Nigeria dit jaar. Er zijn zoveel mensen die willen komen en kijken. En dat is mijn boodschap aan de Europese Unie. Dus ook aan de Surinamers zeg ik,
Je hebt ook als een feier nodig, als een negofam nodig, maar er komen betere tijden. En iedereen die nu vasthoudt, zal zo direct de vruchten van plukken. Absoluut. Meneer Valierop, ik zou maar zeggen heel hartelijk dank voor de informatie over alles waar u gesproken heeft. Dat het heel belangrijk is dat men deze informatie weet, dat men denkt dat niet alles wat glimt goud is en the grass isn't always greener. On the other side, helemaal niet hoor. Dus ik ben blij met uw inzicht en ook de informatie die u met ons programma heeft gedeeld. En wij wensen u heel veel succes en een behouden aankomst en een veilige vlucht straks terug naar België. Yes. De boodschap van de ambassadeur is duidelijk. Het is mogelijk om legaal te zijn in het buitenland, met name België. Maar dat moet geschieden op een correcte manier. En die informatie wordt altijd verschaft door iedereen die werkt op de ambassade. Dat was het voor deze aflevering van In Gesprek Met. Mocht u deze aflevering hebben gemist, geen nood. De herhaling is om 9 uur op kanaal 12.2. Wij zien u volgende week terug met een gloednieuwe aflevering van In Gesprek Met. Tot dan!